Goedenavond. In Peru hebben de Tupac Amaru-rebellen vanavond opnieuw een gijzelaar vrijgelaten. Het is de ambassadeur van Guatemala. Hij mocht 1,5 uur geleden de ambtswoning van de Japanse ambassadeur in Lima verlaten. Daar zitten nu nog 103 mensen vast. De gijzeling duurt al 9 dagen. José María Argueta, de ambassadeur van Guatemala, werd na zijn vrijlating begeleid door de directeur van het Rode Kruis in Peru, Michel Minich. Die kondigde ook zijn vrijlating aan. Le voy a anunciar la liberación del señor embajador de Guatemala, el señor José María Argueta. Daarna liep Argueta naar een klaarstaande politieauto. Hij is vrijgelaten vanwege het vredesakkoord tussen de regering van Guatemala en de linkse rebellen daar. Argueta ging voor controle naar een ziekenhuis. Vanmorgen was er op het terrein van de residentie een enorme ontploffing te horen. Niemand wist aanvankelijk wat er was gebeurd. Maar later zei een medewerker van het Rode Kruis dat er mogelijk een dier op een landmijn was gestapt. So regarding this incident, we do not have for the time being any knowledge of any persons having been injured in relation with this incident. What we have heard, but this is not ourselves who are saying it, what we have heard indirectly is that the incident was due to an explosive being blasted by an animal. Intussen weigert president Fujimori nog steeds in te gaan op de eisen van de rebellen. De vrijlating van 400 medestrijders uit gevangenissen in Peru. De situatie in de Servische hoofdstad Belgrado wordt steeds dreigender. Voor het eerst heeft de oproerpolitie daar met veel machtsvertoon verhinderd dat de oppositie een grote protestmars zou houden tegen president Milosevic. Toch kwam de oppositie vanmiddag bijeen en negeerde daarmee het demonstratieverbod dat door het Servische ministerie van Binnenlandse Zaken was afgekondigd. De zwaar bewapende oproertroepen, 30.000 man sterk, begonnen in de loop van de middag het centrum van Belgrado te omsingelen en rukten daarna op naar het plein waar duizenden aanhangers van de oppositie bijeen waren. De oppositie wilde voor de 37e opeenvolgende dag demonstreren tegen het ongeldig verklaren door president Milosevic van de door de oppositie gewonnen gemeenteraadsverkiezingen van vorige maand. De dreigende situatie escaleerde niet en de oproerpolitie liet de demonstranten in kleine groepjes gaan. Toch kwam het hier en daar nog tot schermutselingen. Die hebben een politisch probleem en die moeten dat probleem met politische middelen lösen. Die friedlichen demonstraties zijn een politisch middel. Die dreiging der politie zien we als gegenstandsloos en we werden onze demonstraties voortzetten. Vanavond werd bevestigd dat bij de onlusten van dinsdag naast tientallen gewonden ook een dode is gevallen. De doodsoorzaak is officieel niet bekend, maar volgens de oppositie is de man, een 39-jarige leraar, door de politie in elkaar geslagen. Geen wintersportseizoen zonder gips. Vandaag werd met de eerste gipsvlucht de eerste onfortuinlijke Nederlanders vanuit de skigebieden in Oostenrijk teruggevlogen naar Nederland. Rond het middaguur landde het toestel van de Oostenrijkse luchtvaartmaatschappij op Rotterdam Airport. Aan boord van het toestel 8 skiers met voornamelijk letsel aan voeten en knieën. Toch kon een enkeling de humor er nog wel van inzien. Ik ben aangeskiet, de onderste boven geskiet. Nou, allebei mijn knieband door. Hoe lang was je er al? Ik heb 2 dagen geskiet en ik ben er 3 dagen geweest. Helaas, maar ja, toch lekker 3 dagen gehad. De komende 3 maanden zullen er nog zo'n 100 gipsvluchten worden uitgevoerd, met naar verwachting rond de 1000 ongelukkige wintersporters. In het Noord-Hollandse Ursum is onder een stralende zon de eerste officiële toertocht op natuurijs gehouden. De plaatselijke ijsclub had vorig jaar ook al de primeur. Ongeveer 2000 enthousiastelingen bonden vandaag de schaatsen onder voor een stevige tocht door de polder. Dus met klunen, stempelposten en voor de volhouders een medaille.
Volgens de Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijdersbond is het ijs nog niet overal betrouwbaar. Het moet nog zeker een paar dagen streng vriezen voordat ook op diepe wateren geschaatst kan worden. En het weer. Het KNMI verwacht vannacht toenemende bewolking en vanaf de ochtend valt er vooral in het westen en midden van het land sneeuw. Vannacht wordt het aan de kust min 4 en in Limburg min 10 graden. Morgen overdag ligt het kwik rond min 1 graad. Het laatste journaal van vandaag is om ongeveer 11:55 op Nederland 2. Nog een prettige tweede kerstavond. Toen ze 7 was, trad ze al op in het circus. Ze voerde halsbrekende toeren uit op paarden en reed hogeschooldressuur. Valeska Wilke is nu 77, maar paarden staan nog steeds centraal in haar leven. Sir, paspoort, please. Ja. U staat garant voor deze meneer? Ja, ja. Ja? Ja. U weet dat zijn visum 3 maanden geldig is? Ja, ja. Hij gaat niet terug. Dat weet je toch? Nu begint hij te solliciteren en daar kan ik de grootste last mee krijgen. Je speelt je verliezen. Maar er wordt niet meer gespeeld, Bavo. Niet meer met jou, hoor je? Zijn toekomst is daar bij ABNA en zijn kind. You see? I'm not a slave anymore. Londen is hip, Londen is hot, Londen is cool. Londen is vooral in. Morgen Panorama Vrijdag met de special Engeland 1996. Hip en historisch. Op Nederland 1 kunt u kijken naar Er is meer tussen hemel en aarde, over mensen en hun inspiratie. Op Nederland 2 begint rond 11:30 de Golden Nose of Montreux. Een muzikaal amusementsprogramma met een knipoog naar de Gouden Roos. En hier op Nederland 3 kunt u na Zembla genieten van een nieuwe aflevering van Law and Order. Gevolgd door een herhaling van Unit 13 van afgelopen zaterdag.